Kijk eens. Altijd zorgen dat je winkelwagen schoon is. Welkom bij Rijnmond Helpt. Vandaag ga ik naar Krimpen aan den IJssel, waar verschillende supermarkten een boodschappenservice zijn begonnen. Vrijwilliger Dylan gaat boodschappen doen voor mevrouw Van Rijn. Dank u wel. Zit hier met een knijpertje aan. Ja, precies. Zijn er verder nog dingetjes? Fijn dat jullie dat hij dat doet. Ik weet niet met hoeveel ze het doen, maar ja, ik ben vaste klant bij Dylan. Nou, vroeger ging ik altijd mee als kind op kamp met vrijwilligerswerk. Dus ik weet hoe belangrijk het kan zijn of hoeveel je met iemand kan doen met vrijwilligerswerk. Dus toen ik dit idee hoorde, ja, heb ik me eigenlijk gelijk aangemeld. En ja, om toch mijn steentje bij te dragen, om het zo maar te zeggen. En zeker voor mij is het ook toch een uitstapje, een half uurtje of drie kwartier om even boodschappen te doen voor iemand anders. En ja, zeker met het contact wat je toch even hebt met iemand is denk ik heel belangrijk. Je hoort veel verhalen, bijvoorbeeld met eenzaamheid, vooral bij de ouderen. En zeker in deze tijden. Kun je alles vinden? Alles gevonden. Wat kan ik zijn. Kan zelf geen boodschappen gaan doen. Ten eerste is dat niet zo verstandig. En bovendien, mijn man kan heel moeilijk alleen zijn. Dus ja, ik vind het heel fijn dat hij dat doet. En ik denk dat we met deze service toch alleen meer kunnen doen dan boodschappen brengen. Wil jij net als Dylan ook helpen of heb je hulp nodig? Kijk dan op de Facebookpagina Rijnmond Helpt of op rijnmond.nl Rijnmond Helpt.